Het is wel altijd lekker om, om een goede partij te spelen en ook winnend af te sluiten. Ja, wat Matthijs net zegt, van wat mensen niet altijd zien, we hebben best hard getraind en we zijn best vermoeid ook voor zo'n wedstrijd al. Ja, nou, ik denk dat het wel in een aantal momenten terug te zien was in de wedstrijd, dat we wat vermoeidheid hadden. We hebben hard getraind, afgelopen week toch twee keer anderhalf uur in het vliegtuig gezeten en dat hakte aardig in. Dus, en dan met het warme weer ook hard trainen. Maar goed, het is goed bevallen en als je dan zo'n week zo kan afsluiten, dat geeft wel een voldoening. Waarover zijn jullie niet tevreden als het om deze wedstrijd gaat? Als ik echt iets moet opnoemen, dan denk ik de fase eigenlijk na de rust. Dat je toch ziet dat we wat te slap uit de rust komen. En eigenlijk het tegenstander het gevoel geven van er is nog wat te halen. En ik denk dat beter moet. Er zijn natuurlijk nog wat kleine dingetjes. Hè. De laatste paas moet goed zijn. Maar goed, al met al denk ik dat we veel positieve dingen hebben laten zien. Denk jij voor jezelf dat je jezelf in de basis hebt gespeeld in deze voorbereiding? Weet ik niet. Ik denk dat er weinig jongens zijn die 100% zeker een basisplaats hebben. Het enige wat je kan doen is hard werken. En elke training en elke wedstrijd laten zien dat je het verdient. En dat doe ik. Ik doe mijn best. En ik zie wel op de wedstrijddag of ik speel of niet. Vandaag speel ik wel. Ja, dat stemt tot tevredenheid. Daar ben je blij mee, neem ik aan. Tuurlijk. Het is altijd lekker als je... Ook al is op deze plek. Ja, nee, tuurlijk. Dat heb ik vaker aangegeven. Mijn favoriete positie is op het middenveld. Maar sta ik op die linkerkant, dan doe ik dat op mijn manier. En zal ik met alle inzet zal ik proberen een goede wedstrijd van te maken. En dat geldt nu nog steeds. Dus ik ben blij met ook met die positie. Wat vraagt Koeman van jou op deze plek? Hoe wil hij dat jij dit invult? Op een vrije manier. Heel vast in de passing, in balbezit. Dat is mijn sterke punt. En hij verlangt van mij dat ik bij wijze van spreken geen paas verkeerd geef in een wedstrijd en ook in een training. Dat je sober speelt, bedoel je dat ook te zeggen? Nee, het is, ik ben niet echt een buitenspeler met acties en die een individuele actie en een doelpunt zal maken. Ik moet het echt van de combinaties hebben. En dat weet de trainer en die zegt van nou goed, je hebt heel veel vrijheid daar, maar ik wil geen foute passes zien. Alles moet in principe vooruit, alles moet goed. Dat is wel lekker dat een trainer dat van je verlangt. Brengt druk met zich mee, maar hij vraagt het uiterste en dat is bij een topclub nodig. Over een week, over 7 dagen zijn we met elkaar in Zwolle, blikken we terug op jullie eerste competitiewedstrijd. Wat een moeilijke vraag, of dan zo'n makkelijke vraag met een moeilijk antwoord volgens mij. Zijn jullie klaar voor die competitie? Kun je daar iets over zeggen? Nou goed, ik denk gezien de voorbereiding, we hebben naar mijn mening een goede voorbereiding gedraaid. En dan kan je wel zeggen dat we er klaar voor zijn. Maar goed, dat moeten we... Moet nog even blijken, hè? Precies, dat moet je altijd nog maar laten zien. Het is altijd moeilijk om daar vooruit te blikken. Maar gezien de voorbereiding denk ik dat we er klaar voor zijn.